En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Vindt u dat er schuilkelders moeten komen in Wijchen? Nou, we moeten er schuilkelders komen. Misschien wel in de toekomst, ja. Ja, wie weet. Ja, ik denk dat het wel een goed idee is. Want ja, je weet het tegenwoordig niet, hè? Oh, dat hebben we toch niet nodig, man. Nee, hebben we niet nodig? Als een ding op de kop gooien, is het toch te laat. Hey? Nou ja, als er nog geen dreiging is, niet. Maar ja, je kunt er altijd goed voorbereid zijn, hè? Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Ja, vind ik van wel. Want stel, de partij of de man, de kolonel, heeft gezegd van dat we voorbereid moeten zijn op een oorlog. En dat we voorbereid het noodscenario moeten gaan starten, dus noodpakketjes inslaan. Dus ik vind wel zeker dat de schuilkelders moeten komen voor als het moment gaat komen dat er oorlog uitbreekt. Dat mensen wel een veilige plek kunnen zoeken om te schuilen. Dat lijkt me heel erg voorbarig. Nee, dat is niet echt iets waar ik wakker van lig, zal ik maar zeggen. Ja, je hoort al dat inderdaad voor gewaarschuwd wordt, maar nee, daar ben ik niet mee bezig. Wat vindt u daarvan? Ja, vind ik goeie. Kunt u vertellen waarom? Nou ja, er is inderdaad niks. Hè? Waar moeten we heen als er iets gebeurt? Dus ja, ik vind dat wel een heel goede zaak. En ook heeft de veiligheidsregio uitgesproken, nou, mensen moeten misschien noodpakketten gaan instaan of daarin investeren. Heeft u al een noodpakket ingeslagen? Nee, heb ik niet. En daar ben ik ook niet van plan, eerlijk gezegd. Ik ben optimistisch van aard, dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik heb wel extra water ingeslagen alvast. Voor het geval dat ik denk, dat blijft altijd goed, dus kun je geen baan afvallen. Ja, en ook zegt de veiligheidsregio dat er mensen noodpakketten moeten gaan inslaan. Dus water en houdbaar voedsel. Heb jij een noodpakket ingeslagen? Nee, nog niet. Maar dat zou ik zeker gaan doen. We hebben er wel over gehad wel om het gedacht, eens ja. En gedacht om dat te doen. Maar nog niet binnengehaald? Nee, nog nee, niet. Nee, nee, nee. Ik heb altijd noodpakket in huis. En dus, ja. Gewoon. Hoe ziet zo'n noodpakket eruit? Vooral water, ja, diepvriesspullen heb ik in huis, blikken, blikgroenten. Dus ja, ik heb altijd wel iets in huis voor als er iets gebeurt. Ja, hier, kijk eens. Stukje kaas, groente, fruit, alles heb ik bij hem. Ik vind dat de grootste flauwekul, dat was vroeger met die BB ook. Hè? Toen moest je met die burgerbescherming met die wit pakken en wit overal. Het meterkast moest helemaal gevuld zijn. En wat is er mee gebeurd? Kun je dat maar weggooien. Hè? Bent u bang voor de oorlog? Nou, niet echt bang. Maar het is wel een onzekere tijd in ieder geval. Hè? Dus het is anders als jaren geleden eigenlijk. Bent u bang voor de oorlog? Nou, bang niet. Maar het is wel goed om je te realiseren dat het steeds dichterbij komt, denk ik. Ja. Bent u bang voor de oorlog? Ja, nou, ik denk dat we er wel bang voor zouden kunnen zijn, ja. Want het, ja, er is heel veel oorlog in de wereld. En dat kan zomaar hier naartoe komen. Ja, dat denk ik ook. Ben je bang voor de oorlog? Nee, ja, weet je, als het zo is, dan is het zo. Maar ja, nee, op dit moment eigenlijk niet. We leven toch in een veilig land. Ben je bang voor de oorlog? Nee, nee. Ik zie het vanzelf wel gebeuren allemaal. Het komt erop af of het komt niet. Ja, ik zie het allemaal wel. Ja. Geen paniek, SVP. Goed? Mooi, dankjewel. Okay.